Hoe zit dat nou met die hooggevoeligheid? Nou, hooggevoeligheid zit in een aantal aspecten in. Het hele basale dat je zintuigen gewoon meer horen, meer zien, meer voelen dan andere mensen. Dat ze gewoon een lagere drempel hebben, willen ze informatie doorgeven naar je hersenen. Daar doe je niet zo ontzettend veel aan, maar er is nog een ander aspect van hooggevoeligheid. En dat is moet je een beetje meenemen naar de oertijd, naar de biologie. En dat heeft ermee te maken dat als je, wij zijn zoogdieren en zoogdieren die hebben een lange periode van afhankelijkheid van hun ouders. Dus als jij geboren wordt ben je hulpeloos, kan je niet zoveel. En het enige wat je eigenlijk kan, ja brullen, poepen, huilen, dat soort dingen. Maar wat je kan is zorgen dat je overleeft. En hoe doe je dat? Nou, daar heb je spiegelneuronen voor gekregen. Spiegelneuronen is een klompje cellen in je brein. Wat één ding heel erg goed kan, dat is voelen wat andere mensen voelen. Met als de bedoeling om gedrag te kunnen voorspellen van andere mensen. Snel te kunnen inschatten van is deze persoon tegen mij of is die voor me. Maar ook om af te kunnen stemmen van hoe moet ik mij gedragen zodat de ander mij tof vindt. Zij denken, nou met een jaar, dat is best wel jong om dat te doen, doen we ook niet bewust, maar we doen het wel. Want het heeft overlevingswaarde als andere mensen jou tof vinden. Want dan vinden ze je lief en dan mag je bij de stam blijven, zo was het vroeger. Dan was je veilig en gevoed. En dat zijn twee hele belangrijke dingen als je tussen de 0 en de 4 bent en daarna ook. Maar daarna zou je het theoretisch zelf kunnen doen. En dat veilig en gevoed, dat krijgen we voor elkaar door te zorgen dat we ingesloten blijven bij de stam en later bij onze familie. Mensen houden van hetzelfde. Wij houden ervan dat dingen, misschien ken je dat wel, ben je op vakantie in Zuid-Frankrijk en dan zegt iemand, oh kom je uit Pijzen? Nou, daar ken ik ook, ken je die en die? Of ik kom er ook vandaan. Nou, dan heb je instant geklikt, terwijl het helemaal nergens op slaat dat je uit hetzelfde dorp komt. Als wij iets gemeenschappelijks hebben, dan voelen we ons connected. Dus vanuit die spiegelneuron hebben we een ontzettende antenne en tegelijkertijd een behoefte om zo te zijn dat we niet te veel opvallen en anders zijn dan de mensen om ons heen. Dat is 1. Nou, dat is wel hard werken hoor. Maar dan komt er nog een tweede aspect bij. We hebben niet alleen de behoefte om ingesloten en veilig te zijn. En dus aan te passen, in te passen, te pleasen, te zorgen dat iedereen om ons heen ons fijn en tof vindt en voor ons wil blijven zorgen. We hebben ook de behoefte om uniek en onderscheidend te zijn. Dat gaat niet samen. Dus ons hartje wil dingen, wil bijzonder zijn, voelt dat het bijzonder is, heeft verlangens, heeft kwaliteiten, heeft wensen en wil die ook tot uiting brengen. En tegelijkertijd heb je dan een soort schrik van ja, maar dat vinden andere mensen misschien raar, dus dat moet ik niet doen. Nou, sommige mensen gaan dan juist heel erg voor wat hun hartje zegt en krijgen botsing na botsing en reuring en gedoe met andere mensen. Andere mensen gaan juist wel meer voor dat invoegen en aanpassen. Die krijgen dan geen botsing en reuring en gedoe. Maar zijn een beetje kwijt waar ze zelf nou naartoe willen. Dus het mooie is, hoe meer je gaat leren over spiegelneuronen en dat het dus eigenlijk helemaal niet gek is dat je stemmingen van andere mensen voelt. En dat het dus ook niet gek is dat je wil aanpassen en pleasen. Maar dat het ook niet gek is dat jouw hartje iets zegt en dat je ook daarin biologisch bedraad bent om daar uiting aan te geven, dan ben ik ervan overtuigd dat er balans en evenwicht kan komen, omdat je het dan allebei kan gaan toepassen. Nou, dit is voor mij de crux van hooggevoeligheid. Het spanningsveld tussen aanvoelen en invoelen wat anderen van je willen, en toch ook soms tegen de stroom in durven te gaan dan en te denken, I do it my way. Ik hoop dat je het interessant vond. Tot de volgende keer.